is vandaag woensdag 8 juni 2016 en het is vandaag Nationale Straatspeeldag. En we staan hier op een kinderboerderij in Scheveningen. En we gaan eens kijken hoe de kindjes zich vandaag lekker uitleven en hoe ze het naar hun zin hebben. En misschien gaan we zelf ook wel iets mee doen. Kinderboerderij De Wolfstal in Transvaal. En we gaan eens kijken hoeveel plezier de kindjes hier beleven. Hoe vinden jullie het hier vandaag? Ik vind het wel leuk. Ja? Ja. En wat hebben jullie al gedaan? Bij het water en watergevecht gehouden. Ja, we zijn pas een kwartier of zo. Oké. En wat ga je nog meer doen dan? Nou gaan we gewoon even die rijden, dan gaan we weer terug naar het water. Dag meneer Geit. Dag, hoe vindt u het? Heb je het een beetje naar je zin? Ik krijg me ineens zo trek in een glaasje geitenmelk. Dan heb ik hier de beschrijving hoe ik het ga doen. Ik ga het nu eens proberen. Beetje jammer, het is geen melk, het is water. Moeten we daar maar mee doen. En hier zien jullie bij de woelige stal ook een library. Waar mensen dus hun boekjes in kunnen leggen. En andere mensen weer kunnen uithalen. En een ander boekje voor terug kunnen leggen. Ik vind het zo'n mooi idee wat er is ontworpen. Hey, Daan, hier kunnen we tanken. Oh, het is de hamer. Van Kukkelekuu. We zijn hier bij de woelige stal en kan u ons vertellen wat er precies te doen is hier vandaag? Nou, het is vandaag sowieso de landelijke buitenspeeldag en daarbij zijn we geld aan het sparen voor ons spaardoel. Zoals je ziet, we hebben net een nieuwe speeltuin op de boerderij. En als spaardoel hebben wij een klankbord, een xylofoon, en dan kunnen de kinderen muziek gaan maken op de boerderij. Oké, en we hebben gezien bij de ingang toen we binnenkwamen, dat dus de kinderen pannenkoekjes, popcorn, sluspuppy kunnen halen. Maar ik had ook iets begrepen dat het geld verdubbeld gaat worden of iets door een goed doel. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. We mogen één keer in het jaar één maand geld aannemen van bezoekers, crowdfunding. En al het geld wat wij verzamelen in die maand als gift, dat doet het fonds 1818 doet dat verdubbelen voor ons. Oké, nou ja, we hadden al beloofd om met de uitgang om toch iets te halen, om toch een steentje bij te dragen. Ja, leuk. Dus de speeltuin, ik vind hem echt een prachtig uitzien. Ja. En we hebben al wat blikken geworpen en het ziet echt onwijs leuk uit. Ja, dankjewel. Ja, de speeltuin is mede een doel geweest van de afgelopen jaren. We doen dit nu al een paar jaar, dat we dus één keer in het jaar geld mogen aannemen van mensen. En zoals je ziet, het is een zintuigenspeeltuin. Waarbij de kinderen in contact komen met de natuur en in beweging komen daadwerkelijk. Dat hopen we eigenlijk nu met een stukje muziek nog veel leuker te maken voor de kinderen. Thank you.
kijken wat de kinderen ervaren hoe dit parcours precies loopt. Dus volg mij. Nou, de kinderen zijn natuurlijk iets kleiner dan ik. Dus ik moet lekker gebogen lopen. Nou, dit is lekker verhard, dus dat is veilig. We gaan weer verder. Oké, blokjes. Maar ik doe het wel. Die andere sla ik over. Nou, mis ik toch eigenlijk dat handvat? En hier moeten we dus over de bandjes heen klimmen. En ik heb eindelijk het einddoel behaald. Nou, toch best een leuk parcours voor de kids. Hey Bertha, hoe vind jij het hier vandaag? Ja? Vind je het leuk? Moe! Nou, om het goede doel te steunen, dan nemen wij een zakje. Dit was de Nationale Buitenspeeldag van 2016. En wij hebben ons best wel vermaakt met de uitzicht van de kinderen die het zo naar hun zin hadden. En ik ga genieten van mijn popcorn. Ik wens jullie een fijne dag. Doei!